Er deden gisteravond ongeveer 60 mensen mee aan een stille tocht. De tocht werd georganiseerd ter nagedachtenis aan de 23-jarige vrouw die vorige maand zelfmoord zou hebben gepleegd. De familie zegt aanwijzingen te hebben dat de dood van de jonge vrouw geen zelfmoord is en wil het lichaam laten opgraven. Ze kregen toestemming van de burgemeester. Het Openbaar Ministerie vond een sectie overbodig. Het ingezamelde geld zal worden gebruikt om de opgraving, sectie en eventuele advocaatkosten te kunnen betalen.